In de bio van Jeroen staat dat hij ervan houdt om I love to stand in front of an audio audience and tell stories. During the last conference, Jeroen even liked to stand in the audience to give a talk. Someone prevented that. But now, Jeroen, please continue the talk. The floor is yours. Okay, thank you. Okay, so is there anybody here who doesn't understand Dutch? Okay, mooi. Nou, dan gaan we het in het Nederlands doen. Slides in het Engels. Maar het is, ja, het is gewoon net wat soepeler. Voor het geval je het niet door hebt, we gaan het over Odoo hebben. Dat is een open source ERP pakket. Dus als je denkt, ik zit hier voor iets anders, zit je in de verkeerde zaal. Even iets over mij. Ik ben al 20 jaar actief in open source. Ik ben op dit moment even de interim general manager van een bedrijf, OneSign. Daar ga ik verder geen reclame van maken, want dit is een technische talk. Want ik ben NLUG lid, dus geen promo, et cetera. Daar zitten twee medewerkers van OneSign. Hartstikke leuk. Als je vragen hebt aan het eind, ga lekker naar hun. Ze doen daar Odoo implementaties. En ja, ik werd min of meer geforceerd om wat van Odoo te leren. Met 5 consultants en 4 devs. En ik heb zelf een aantal boeken geschreven in het verleden. Gedurende het werken met open source de afgelopen 20 jaar. Dat begon met LPI-boeken. Toen iets over Libreplan, dat is een open source projectmanagement pakket. En toen Jumpstart Your Business met Odoo. En Kickstart Je Bedrijf met Odoo. Die komt er binnenkort aan. Nou, hoe zit dat? Nou, in 2018. Ik had in 2017 had ik een zware burn-out en dan doe je helemaal niks en je hangt op de bank en allemaal niet zo fijn. En dan lees je, ga dingen doen die je leuk vindt. Nou, ik vind het leuk om talks te geven. Dus op een gegeven moment kwam de Ubicon langs in Spanje. Dus ik zei tegen mevrouw, joh, ik heb een proposal ingediend. En dat was een talk over mainframes. Waar ik helemaal geen verstand van heb, maar dat is ook de clue van de talk daar. Maar goed, en ik zeg, ik ga daar een weekend naartoe en talk geven. Dus zij zegt, van, ja, kunnen we daar niet meteen een vakantie van maken? Dus nou, leuke vakantie gehad in Spanje. En ik kom daar een figuur tegen. We hebben elkaar even geanonimiseerd. Maar die figuur, en die vroeg mij van, joh, dat Odoo ken ik en dat is echt heel erg leuk. En wil je daar niet een boek over schrijven? Nee. Ja, maar je hebt toch boeken geschreven? Ja. En wil je dit boek niet schrijven? Nee. Ja, maar het is hartstikke leuk. Oké, succes. Ja, nee, maar ik vind het heel erg leuk als jij dat boek daarover ging schrijven. Nou, je snapt hem al. Ik ging een boek schrijven over Odoo. Het is heel moeilijk om nee te zeggen tegen die meneer. Tenminste, als je, hè? Hij stelde de juiste vragen en dan krijg je op een gegeven moment vanzelf een ja. En het boek dat verscheen december 2020. Het ziet er zo uit. Ik heb natuurlijk eerst in het Engels gedaan en daarna de Nederlandse vertaling. Die ben ik aan het reviewen, dus die komt binnenkort. En die is op lulu.com. Kun je in elk geval de Engelse al vinden als je dat zou willen. Nou, wat is Odoo? Is een ERP-pakket, Enterprise Resource Planning. En dat is een trademark everything that a business needs. Dus ja, vanuit een administratief perspectief. Dus niet vanuit een technisch perspectief. Maar waar moet je dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld, je begint met het maken van je website. Zit erin. Daarna zeg je van ja, ik wil marketing gaan doen. Ik wil mensen gaan per e-mail informeren over mijn productaanbod. E-mail marketing. Dan zijn er mensen tussen die daarop gaan reageren. Die bellen, ik zie dat jij iets doet met product X, Y of Z. We hebben wel wat belangstelling. Hey, dan heb je een lead. En die lead, daar wil je natuurlijk als bedrijf een opdracht van maken. Dus dan krijg je na CRM krijg je sales. Nou, als op een gegeven moment de sales succesvol is, dan krijg je een order. Als die order is afgerond, dan moet je een factuur versturen. En uiteindelijk wil de Nederlandse fiscus daar ook de btw van hebben. En de aangifte aan het eind van het jaar, dus je hebt daar wat accounting. En als je het allemaal lekker op de rit hebt, dan maak je er ook nog een webshop van je producten. En dit is maar een subset van wat je in ERP zou willen kunnen doen. Is dit een beetje duidelijk?
Sowieso als er vragen zijn, gewoon even handje omhoog, lekker interactief, want voor hetzelfde geld ga ik te snel. En ben jij niet de enige die zoiets zegt van, wat is die nou ineens? Dus dan gewoon lekker interactief. Volgende. Nou, het Odoo project dat start in februari 2005. Is een Tiny ERP, gemaakt door Fabian Pinkaerts uit België. Heeft het naar OpenERP genoemd in 2008 en gerebrand naar Odoo in 2014. Dat had ermee te maken dat het bedrijf was heel succesvol, kreeg op een gegeven moment de externe funding. Nou, dan krijg je investeerders. Investeerders vinden vaak iets van open source waar wij niet zo heel erg blij van worden. Dus ja, je wilt toch de groei van je bedrijf realiseren, dus je zegt in eerste instantie ja. Dan denk je van, oh shit, waar ben ik aan begonnen? Dit wil ik niet. Oh wacht, het is open source. We forken het gewoon, we doen het rebranden en we gaan er zo doen verder en we zeggen dag tegen het geld. De repo is volledig open source en nou, Odoo als bedrijf in België is odoo.com en het heeft wel wat uitdagingen op dit moment met het managen van de groei. Het kent twee edities, de Community Edition, die is LGPL, zodat je er zelf dingen tegenaan kan kleien. En er is een Enterprise Edition, de OPL, de Odoo Proprietary License. Nou, je kunt je wel voorstellen, dat is closed source. Wat ze vanuit Odoo SA, dat is het bedrijf in België, dus doen, is de Community Edition zit in beide versies. Alleen de Enterprise Editie die biedt dus een bovenlaag met fancy stuff. En daar betaal je dan ook voor. Betaal je veel? Ja, dat mag je zelf bepalen. Ik heb hier even op hun site een rekenmodelletje aan met 10 gebruikers. Kost je dan 22,50 per gebruiker per maand. En een aantal modules die je dan gebruikt, die kosten ook een bedrag. Hè? Dus je hebt 10 keer die gebruikers met een volume discount. Je hebt 6 apps. Dus per maand betaal je dan in dit geval €315. En dan heb je de Enterprise Edition. Hoeft niet, want je kunt prima uit de voeten met de Community Edition. En dat is namelijk ook het standpunt van mijn betoog in deze. Je hebt soms Enterprise Edition nodig, maar meestal niet. Wanneer wel, wanneer niet, is eigenlijk iets, sorry dat ik het zeg, maar dat is voer voor consultants. Simpelweg omdat je kijkt bij een bedrijf wat de behoeftes zijn. Een simpel voorbeeld te geven. Als jij ZZP'er bent, Community Edition, helemaal prima. Word je dolgelukkig. Start een onderneming, allemaal prima. Maar op het moment dat je zegt van ja, wacht even, we hebben logistics. En we hebben meerdere warehouses en we willen die dingen gaan managen met barcodes. Ah, barcodes, dat triggert. Ja, barcodes in Community Edition. Enterprise Edition, gefixt. Dus dan is het zaak om te zeggen, oké, misschien kun je beter die gebruiken. Hoe ziet het met het bedrijf eruit? Nou, eind vorig jaar zaten ze op 25 miljoen omzet. Dus en de curve is, zoals je ziet, exponentieel. Dus het gaat best wel goed met dat bedrijf en dus ook met Odoo wereldwijd. En dan nu even lekker techspeak, de software-infrastructuur van Odoo. Het ding bestaat eigenlijk, als je het installeert, uit een app store met allemaal apps. En elke app heeft eigenlijk zijn eigen subdirectory in, ja, /odoo/add-ons. En dan heb je, ik weet niet hoeveel, 100 subdirectories, daar staan al die add-ons dan in. En elke app heeft een manifest. Het ding is geschreven in Python en gebruikt Postgres. Klaar. Heeft een manifest file en daar staat de naam, de versie, maar ook de dependencies. Dus je kunt een app, een Odoo app, benaderen als een soort object. Hè, het inherits, het heeft methoden en attributen, maar je kunt dus ook zeggen, stel, hè, er zit een adresboek in. Nou, adresboek, naam, voornaam, woonplaats, verzin maar postcode. Ja, en ik wil een kennel gaan bedrijven. Ja, een kennel add-on bestaat niet, maar een kennel heeft honden en katten. En ik wil van die honden en katten de naam weten. Nou, dat zit ook in het adressenboek. Maar ik wil ook, weet ik veel wat,
Het type hond. Nou, dat zit niet in het adresboek. Ja, ik pak een adresboek, je naam, adres, woonplaats invullen, maar niet. Ja, ik ben een border collie. Dus wat je kunt doen is, je kunt heel makkelijk die hele subdirectory van dat adresboek kopiëren naar de subdirectory kennel. En zeggen van, nou, by the way, in een manifest verander ik dit in, dit ding is een kennel. En inherits van adresboek. En ik voeg even toe dat ik het ras wil kunnen toevoegen. Nou, dan heb je een nieuwe module. En kun je dus je beesten gaan managen. En vervolgens kun je die dus weer koppelen aan de verkoop of verhuur of hè, verzin maar logistiek. Sorry dat? Ja? Ja, adresboek heeft toch altijd een custom veldje, waarom zou je dat niet gaan gebruiken? Nou ja, het kan, maar je klanten hebben dus ook, je hebt toch gewoon je reguliere klanten. Dus je wil een scheiding hebben in je kennel tussen dieren en mensen. Dus vandaar dat je zegt, nou, contact, het adresboek gebruik ik voor mijn klanten. En ik maak een aparte kennel add-on voor de beesten die ik heb. En dat is ja, inherits from contact aan de onderkant, maar is een separate entiteit. Ja, dus je kan dan vervolgens ook met je app kun je ook attributen disabelen in andere modules of toevoegen. Dus als jij producten verkoopt, dan heb je een type product, misschien een dienst of software. Want het leuke van software is dat je het altijd op voorraad hebt, want ja, je kopieert het en je hebt er twee. Hè? Maar een fiets is niet, oh, CP fiets, fiets 2, heb je niet een tweede fysieke fiets. Dus dat is een stockable product, een fiets. Terwijl een stuk software is dus een product van het type, ja, altijd op voorraad. Dus die apps, dat gaat van klein tot groot. Het geeft functionaliteit extra. En het injecteert soms dingen ergens in je applicatie. Nou, wat zit er dan in Community Edition? Nou, 460 apps. En dan heb je ook nog de odoo.com online app store. Daar zitten er 35.000 in, toen ik dit van het weekend schreef. En dan heb je de OCA. Ja, die hebben we het nog niet over gehad. Ik heb slides gereorganiseerd, stom. De OCA is de Odoo Community Association. Dus de vereniging van gebruikers van Odoo. En die doen ook dingen. Die hebben ook een app store. Want de community ontwikkelt ook zaken. Nou, die hebben er bijna 5000. En dan heb je nog het Odoo Partner Network. 1700 wereldwijd. De meeste zaten in Mexico. Stomme verbazing. Nederland heeft er 25, België 53 en Frankrijk 2. Om een voorbeeld te geven. Dus als jij iets met Odoo wil doen. Nou, ga naar odoo.com. Download de Community Edition. Installeer hem. Hey, helemaal fijn en prima. Na vandaag kan het. En als je nog ondersteuning hebt, er is een boek. En als je nog meer ondersteuning nodig hebt, dan zijn er consultants. Dus, en als je deze twee, die natuurlijk fantastisch zijn, denkt van, nou, weet ik niet. Dan zijn er nog 25 andere bedrijven in Nederland. Ik moet wel even uitkijken, want sommige van die bedrijven doen alleen Enterprise Edition. En sommigen zeggen, ja, wij doen ook Community Edition. We zijn een open source bedrijf, dus als jij een probleem hebt, dan helpen we je graag. Ja, dus dat is even. En Wanstein doet dus ook Community Edition. Anders had ik dat verhaal hier nou niet te vertellen. Estimated userbase, ongeveer 5 tot 8 miljoen wereldwijd. Nou, dan heb je dus dat bedrijf in België. Ja, zie je, ik had die slides omgedraaid. dat is één entiteit. Je hebt dus de gebruikers. En je hebt de Odoo Community Association, de OCA, odoo-community.org. En nu kom je op een heel interessant, tenminste vind ik een heel interessant punt. Dat noem ik dan de Lover's Triangle. Hoe heet dat in het Nederlands ook weer? Zo'n driehoeksverhouding, hè? Ja, driehoeksverhouding, dank je wel. Je hebt dus het bedrijf in België. Nou, die doen
open source, maar verdienen aan closed source. Dus vanuit dat bedrijf is de focus op Enterprise Edition. Sell. Je hebt de gebruiker. Nou, die hebben natuurlijk een band met elkaar. Dan heb je de community. Die doen ook dingen voor die gebruiker. Maar die werken, ja, ze werken niet samen, maar ze werken elkaar, ja. Oké. Soms publiceert Odoo SA een nieuwe add-on die closed source is, OPL, met fantastische functionaliteit. Waardoor die gebruikerscommunity zegt van, dat is leuk, dat willen we eigenlijk ook hebben in de Community Edition. Ziet dat er zo uit aan de buitenkant? Oké, bijvoorbeeld is Python. Ja, dan wil ik eigenlijk dit zo hebben, dat zo. Ik heb hier een add-on en die lijkt op die add-on van Odoo SA. Dus je krijgt een variant in open source, gelicenseerd, die lijkt op functionaliteit in closed source. Het omgekeerde gebeurt ook. Een medewerker van ons heeft een hele mooie webthema gemaakt. Flexible template. En die werd heel populair in de OCA, waardoor Odoo SA zei van hey, die doen wij voortaan standaard in de Community Edition meeleveren. Dus die wisselwerking is er ook. Van hey, waarom zouden we zelf het ei uitvinden als iemand anders iets heel moois heeft gemaakt? Dus ze inspireren elkaar, ze lenen van elkaar, ze concurreren een beetje met elkaar. En wat je dan krijgt is dus een race niet to the bottom, maar een race to the top. Want er komt alleen maar steeds meer leuke functionaliteit bij. En dat is gewoon ja, heel erg gaaf om te zien. Ja. Ja. Ja, het is Python code. Je kunt de code zelfs lezen, maar je mag hem natuurlijk niet één op één kopiëren, want dat is een overtreding van de licentie. Dus je moet aan de buitenkant er tegenaan kijken en iets maken wat, of wat erop lijkt. Dat kan ook. Dat je zegt van, hey, dit is functionaliteit, die vinden we heel erg leuk. Maken we een variant van. Nee, dat spel wordt al 15 jaar goed gespeeld, laat het zo zeggen. En Fabian Pinkaars heeft daar zelf ook lezingen over gegeven, over dat spanningsveld wat er is, vanuit zijn commerciële belangen met zijn enthousiasme voor open source. En wat de community soms maakt en waar zij dan weer wat van leren en omgekeerd. Dus dat gaat, tot nu toe gaat dat gewoon goed. Ja. Nou, ik heb inderdaad geen slide over het updateproces, maar er zijn twee updatepaden. Pak je Enterprise Edition, dan is dat een abonnement en dan wordt de upgrade voor jou verzorgd door Odoo SA. In de praktijk betekent dat, je maakt een database export, je zegt ga naar versie X, zij sturen dat naar India, hebben daar closed source wat migratiescripts, krijg je een nieuwe database terug, lees je in en ga met een nieuwe versie verder. Maar ik zeg al, closed source. Dus hoe managed de community dat? Nou, die zijn een aantal jaar geleden met een project gestart, dat heet Open Upgrade. En bij Open Upgrade is, net als bij Linux distro's, is dat gedistribueerd naar wie is er verantwoordelijk voor. Dus als iemand bij de OCA een module maakt, dan word je geacht daar ook de migratieregeltjes in te zetten naar andere versies. Op het moment dat jij ooit in versie 13 een add-on hebt gebouwd en je migreert die naar versie 14, dan doe jij daar dus ook een klein scriptje voor de migratie van jouw data naar van 13 naar 14. En Open Upgrade is dan de overall script. En
Wat je dan doet is, je installeert Open Upgrade op een VM en je doorloopt alle versies. Ja, dus wil je van 11 naar 15, dan pak je dus 11 naar 12. 12 dus Open Upgrade die doet een checkout van de Git repo versie 11, 12, 13, 14, 15. En je gaat gewoon databases maken, migreren, maken, migreren, maken, migreren. En dan heb je op een gegeven moment heb je versie 15. In alle eerlijkheid, dat gaat nooit 100% vlekkeloos makkelijk goed. En dat heeft ermee te maken dat niet alleen datavelden van plek veranderen, maar ook dat PEPCAC de mensen voeren op een bepaalde plek data in waar die, ja, zal wel hier goed zijn en dan twee versies verder loopt dat mis. Maar er is een upgrade pad. Als je zegt, ja, helemaal geen zin in, wat je ook kan doen. Het kan, heeft niet mijn persoonlijke voorkeur, maar het kan. Is dat je zegt van, joh, weet je, ik heb nou versie 11, ik ga 1 januari ga ik naar versie 15. Wat is belangrijk? De adressenboek met klanten. Dus dan, want al die modules hebben allemaal exportmogelijkheden naar CSV, naar Excel, whatever, en importmogelijkheden. Daar is een hele mooie wizard voor. Dus je kunt gewoon zeggen van, nou, ik wil die en die en die en die gegevens overgezet hebben. Nou, maak een export, lees je in een nieuwe versie. Hè? Dus dan zet je eigenlijk alleen stamtabellen over en dan ga je door. Dat kan. Weet je, je raakt alleen wel al je historie kwijt. Maar het kan. Het is verhoudingsgewijs waarschijnlijk het goedkoopst. En als jij een ZZP'er bent, denk je van, ja, weet je, de facturen voor dit jaar heb ik daar gedaan en die, hè? Dan is dat prima op die manier te managen. Maar zeg je, ja, ik heb een bedrijf met 500 man, ja, en ik heb een data warehouse, dan wil je waarschijnlijk wel die continuïteit van de historie hebben. Maar ja, dan heb je ook een heel ander budget voor dat soort dingen. En dat is geen sales pitch, maar dat is gewoon even de praktijk. Is dat een goed antwoord voor op je vraag? Oké, okay. Meer vragen op dit moment? Oké, mooi. Nog een keer. Demo time. Want ik vond het ook wel leuk om gewoon wat te laten zien. Wat ga ik laten zien? Nou, installatie en initiële setup. Ik heb gewoon het pakket gedownload en geïnstalleerd. En daar pakken we hem op. Dus dpkg-i depfile. En vanaf daar pakken we hem op. Dan voeren we een paar apps toe uit die app store die er standaard in zit. Er is een Ansible playbook. Die hebben we gemaakt om dit ding op Ubuntu 20.04 te installeren. Dus als je dat leuk vindt, staat in de slide URL thuis, git clone. En dan, dat kan ook, want er zitten een paar dependencies in. Dat is wel handig. Dus dit kun je doen. Je kunt Ansible gebruiken. Je kunt ook gewoon de installer gebruiken van odoo.com. Wat jij wil. We installeren wat apps van de internal app store. Dan browsen we even de Okka apps. Want er zit één Okka-app tussen en die gebruik ik voor deze demo even. Want dat zit niet in de standaard repo of in de standaard app store van Odoo. Maar is wel heel erg leuk om ook meteen het effect te kunnen demonstreren. En dat is Web Responsive. Het enige wat die doet is hij verandert het hoofdmenu. Dus het is echt een GUI-wijziging. Dat is het enige wat het ding doet. Als je Odoo als ZZP'er wil gaan gebruiken thuis, goed plan, kan niet anders zeggen, want na het schrijven van het boek ben ik geswitcht naar Odoo voor mijn administratie en ik ben happy. Al 2 jaar. Wat had je daarvoor? Daarvoor LibreOffice. Want per maand maak je 1, 2, 3 facturen, dus je pakt gewoon een oude factuur van die klant, factuurnummer ophogen, vergeet je wel eens. Creditnota's maken, dat is het ellende. Dat bespaar je door hierop overstappen. Plus het feit dat je, ja, ik kan het wel laten zien dadelijk, je maakt in een vloek en een zucht maak je een factuur. En inclusief, ja, zal ik hem voor je verzenden? Ja, dat is een goed idee, je moet er nog tekst bij. Ja, schabloontje. Ik heb ook nog even naar Eekboek gekeken. Nee, dit is echt next level, sorry. Als je Odoo wil gaan gebruiken als Nederlandse ZZP'er,
raad ik je toch aan om dat boek van mij te kopen. Niet omdat ik per se dat boek wil verslijten, maar er staan een lijst met OCA add-ons in, waardoor je je btw-aangifte kan doen en dat soort grappen. Om het ding dus aan te passen van generiek naar specifiek voor het Nederlandse fiscale regime. Oké, okay, ja, Morris, dank je. Goed, ja. Is er ook een app waar alle specifiek Nederlandse belastingregels te zien zitten voor je belastingaangifte? Ik heb nu een online boekhoudpakket waarin alle aftrekkosten gewoon even netjes gemaakt worden. Dat is echt super handig. Nou ja, ik heb gewoon mijn accountant toegang gegeven tot mijn online Odoo-omgeving. Dus die doet voor mij de aangifte. En de btw-aangifte is inderdaad een OCA add-on en die ziet er gewoon uit als de btw-aangifte en haalt dus zelf al die cijfertjes. En ja, het kost hem steeds een kwartiertje werk, dus hij wordt er niet rijk van voor die 15 euro. Hij moet het echt van de jaaraangifte hebben en zelfs dat is vrij simpel, want ja, je haalt het er allemaal uit. Voor de Nederlandse markt importeer je een Nederlandse grootboek standaard. Dan heb je dus het grootboekrekeningsschema. Staat allemaal in dat boek van mij uitgelegd. Ja, nou, demo. Demo. Ja. Pom. Dan gaan we hieruit. Die maken we klein. Oké, dan ga ik even naar settings. Settings. Mirror screen. Appli. Zo, nou zien jullie waarschijnlijk hetzelfde als ik. Ja, inderdaad. Ik heb een VM'tje op mijn laptop staan. Dat is dit ding. Het is... LSB release, hè, dus Ubuntu 20.04. En in history, grep dpkg, heb ik dus gewoon dpkg Odoo 15 latest all dep gedaan. En daarna ga je met je browser naar dat ding toe. Ik heb er een Nginx reverse proxy voor gezet. Ook de configuratie daarvan staat in mijn boek en is online te vinden. Dus ook daar geen rocket science. Dus je gaat of naar een poort of je gaat gewoon naar poort 80 in dit geval. Ik heb een browsertje en hier begint het dan mee. Want het ding heeft zijn eigen database manager. Want je kunt dus in die pod software, als je wil, meerdere databases maken. Dus je kunt een testdatabase maken en dan log je in op die testdatabase. Of je hebt een productiedatabase en je managt je data in de productievariant. Nou, ik heb wel een wachtwoord al ingesteld. Odoo 15a. Of zal ik hem NLUG noemen? Dat mag natuurlijk ook. NLUG 15a, vind ik wel leuk. Ik krijg wel een heleboel e-mail van dat ding. Zo. 06485996. Ik doe Nederlands. Nee, Nederlands. En data. Zo. Ja, dat is het eigenlijk wel. Mijn e-mail en wachtwoord is natuurlijk de manier om dadelijk als administrator in te loggen. En dit is de eerste database, dus hij zal mij waarschijnlijk meteen aanloggen. Ja. Een kruisje bovenin. Kijk, nou, en hier hebben we de App Store. En we zien op deze pagina een van 64, van de 64 apps. Ja, maar wacht eens even, Jeroen, je had het over 500 apps. Ja, omdat hier een default search filter staat. Als ik dat wegklik, dan heb ik in één keer 488. Ja. 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 Klopt. Ja, sorry, maar dat is net als in de evolutie. Je strooit 1000 zaden en 500 komen nooit uit en 400 worden een sprietje en 100 worden... Hè, dit, ja, in alle eerlijkheid vraag het een consultant. Ja, en dat is niet als sales pitch, maar
je kunt het natuurlijk, hoe kom je erachter? Door er ook zelf mee te werken en te spelen en dingen. Hè? Maar als je zegt, ik wil dat niet allemaal zelf leren, vraag het een consultant. Want die doen dat voor hun dagelijkse werk. Hè, dus dit is gewoon echt een enorm ecosysteem. En als je zag die aantallen apps die er zijn. Sommige bedrijven zeggen van ja, we hebben hier Community Edition. En Odoo SA, wil je daar support op leveren? Nee. Oh, Nou, moet ik wel naar een ander. Dan ga je naar een partner die dus CE ondersteunt. Nou, zoals Wanstein, sorry. Ja, ik weet hoe gevoelig dat ligt om bij de NLU reclame te maken. Dus ik wil geen reclame maken, maar ja, het is even nu het antwoord. Dan zegt zo'n bedrijf, dat is altijd zo'n manager, hè, management porno, weet je wel. Ik heb een rapport, maar ik wil toch dat ene categorietje anders hebben. Ja, dat kan, daar moeten we een add-on voor maken. Nou, dan maakt iemand een add-on, dus een klein add-onnetje, 10 regels code. Dan loopt het. Vervolgens migreer je dat op een gegeven moment toch naar Enterprise Edition. En dan zegt Odoo SA, ja, wij doen ook de ondersteuning van apps die wij niet zelf hebben ontwikkeld. En dat kost je 1 euro per regelcode per jaar of per maand. Dan moet ik even afwezen. Dus dat is een hele makkelijke vuistregel. Ik heb hier een app ooit laten ontwikkelen. Nu ga ik naar Enterprise Edition. Willen jullie dat ondersteunen? Ja, dat willen we. 1 euro per regel. Dat kan. Als jij eenmaal een Odoo-implementatie bij een bedrijf hebt, dan heb je daar heel veel data in zitten. Dan heb je daar de guts van je bedrijf zit in het ERP-pakket. Want daar zit je facturatie in, je productdefinities, je klantenbestanden. Dus, en dan heb je, data is het nieuwe goud, zou ik maar zeggen. Hè? Dus je kunt niet even overweg naar iets anders. Dus je zit al vrij snel. Dus kies een goede partner voor de implementatie en ondersteuning. En, want je zit nog een tijdje aan elkaar, tot elkaar veroordeeld, laat het zo zeggen. En die doen dan ook het maatwerk voor je. Weet je. Dat is, geeft dat een beetje antwoord op jouw vraag? Ja, wat ik mij ook afvroeg, is dat ook een soort ratingsysteem is. Nou, het aantal downloads. Hè, dus online zie je ook bij een aantal van die modules het aantal downloads. Dat kan een indicatie geven voor hoe succesvol het is. Oké, laten we eens een appje installeren. Ik begin even met, even kijken, sales. Ik heb een draaiboek voor mezelf gemaakt. Dat lijkt me wel, demo-effect wil je voorkomen. En ik zie op de klok, ik heb nog 10 minuten, dus ik moet ook nog doorstampen. Dus er worden nou natuurlijk een aantal tabellen aangemaakt. En de tijd die dit kost is ook afhankelijk natuurlijk van de complexiteit van die module. Hè, dus sales, zeker als dat je eerste module is, dan is hij even tabellen aan het aanmaken. Ja, tuurlijk. Jij installeert het nu allemaal zelf, hè? Ja. Maar stel ik heb een bedrijf en ik wil al die technische kennis aan boord hebben. Ja. Ja. En gewoon zeggen van die moet ik er zo in hebben. Ja. En corrigeren van mij. Ja. Ja, tuurlijk. Ja hoor. Je wil niet weten hoeveel VM's wij voor klanten hebben uitgerold. En daar staat dan Odoo op en met firewall regels of net hoe ze het willen hebben. Dan draait iemand dat daarop. En als hij dan een probleem heeft, dan belt hij. En als hij geen probleem heeft, dan werkt hij daar gewoon lekker op. Ja. Dat snap ik. Maar stel nu dat je 1000 mensen in het veld hebt en die wil je ook toegang geven tot zo'n pakket. Ja. Zodat ze een bepaald iets in dat pakket kunnen doen. Ja. Hoe makkelijk is dat te realiseren? Nou ja, je kunt een aantal dingen doen. Je kunt je veldwerkers geven je een laptop. Met WireGuard maak je een eigen VPN-netwerk aan. Je kunt zeggen van ik zet het op SSL met een secured certificate, een shared certificate. Dus alleen als je dat hebt, dan kun je naar die website toe. Nou, allerlei mogelijkheden te bedenken. Dat is niet afhankelijk van Odoo, laat ik zo zeggen.
Hè, dit is gewoon user ID wachtwoord en er is een module waarmee je 2FA kan doen. Nou, dat is ongeveer... Oké. Ja, dat zit er standaard in. Per add-on kun jij mensen dus toegang geven tot een set rollen. Sales of sales manager of administrator. Dus niet heel uitgebreid, maar het kan. Er is zelfs een module waar veel tijd in is gestoken door een groot gebruiker van Odoo. En die maken dat open source, want ze snappen open source. Zitten in 30 landen, gebruiken Community Edition. En die hebben het fine-grained gemaakt. Dan kun je echt gewoon per rol, ik weet niet hoeveel dingen instellen. Oké, sales. Nou, dit is even een wizard hier. Company data, quotation layout, order confirmation, sample quotation. Dat is de wizard om even te doorlopen als je dit de eerste keer doet. Sla ik gewoon over. Gezien de tijd, ik pak create. Ik zeg nou, ik pak gewoon een client. Ik heb een quotation template voor een bepaald product. Eén stuk, payment terms, ja, dat is eigenlijk wel goed. Save, ja, dit is hem eigenlijk wel. Nou, stuur maar per e-mail deze offerte. Nou, naar wie moet hij toe? Daar moet hij naartoe. Dit is dus mijn GUI. En normaal gesproken krijg ik hier, kom, dus niet zo flauw. Het is jammer, want ik heb een hele mooie PDF. Waarom krijg ik die nou niet te zien? Browser. Nou. Doe maar gewoon even naar de downloads, even voor de demo-effect. Toch nog een demo-effect, hè? Dat is dan wel jammer. Huppakee. Events, downloads, SO. S00, huppakee. En dan heb ik hier dus gewoon mijn quotation. Als ik een logo had geüpload bij de settings, had ik hier mijn logo gehad. Quotation met een nummer, klant. Ja, dat wordt gewoon, dit is een schabloon natuurlijk, die je kan editen als je dat zou willen. Oké, terug naar dit verhaal. Als mijn tekst standaard is, kan ik hem save als een nieuw template. Dus dan kan ik de volgende keer zeggen, joh, ik wil een ander soort tekst erbij. Kankel, hoppakee. Dus dat is sales. Ah, is wel leuk, maar ik wil eigenlijk niet alleen sales, ik wil ook CRM doen. Nou, CRM. Hier heb ik een module voor de CRM. Hoppakee. Rammel, rammel, rammel. Het duurt iets minder lang. Die kan weg. En nou heb ik in het menu niet alleen sales, maar ook CRM. Nou, dan ga ik naar CRM toe. En dan staan daar van demo data al een aantal leads in. Hè, nieuwe leads, qualified leads, proposition en gewonnen. Nou, ik maak een lead. Ik zeg, nou, de Enlux zit er niet in. Dus ik pak, nou, alhoewel. Doe ze ruig. Create Enlux. Ja, maak maar. Enlux Opportunity, info@enlux.nl, phone, weet ik veel, expected revenue, nou dit is een hele rijke club, hè? Dus 20k kunnen we wel uithalen. En ik ben hier spreker, dus ik krijg ook die opdracht. Dus 3 sterretjes, add, hoppakee. Dan zie je meteen hier de revenue oplopen en hier staat hij tussen. En dan bel ik ze en zeg, joh, ik heb een leuke, ja, dat vinden we wel interessant. Oh, vinden jullie het interessant? Dan word je een qualified lead, dus dan pak ik hem op en sleep ik hem hier naartoe. Nou, en dan verandert natuurlijk de revenues. En dan heb ik hem hieronder staan en dan zeg ik van, ja, oké, hoe is het eigenlijk met mijn pipeline gesteld? Dan ga ik naar reporting, pipeline, en dan zegt hij van, nou kijk, in juni verwachten we dit, in mei verwachten we dat, in juli dat. Ik wil eigenlijk de forecast weten. Nou, in mei verwachten we dat deze gaan vallen. In juni verwachten we dat deze gaan vallen. En in juli verwachten we dat deze gaan vallen. Dus dan zie je ook de maandomzetten die waarschijnlijk, als alles goed gaat, binnenkomen. Dat is toch leuk wat je als bedrijf wil weten. Want als je pipeline opdroogt, is geen goed teken. Dus zo kun je dus een shitload aan apps installeren voor servicebedrijven, logistieke bedrijven, warehousing, manufacturing, serienummers. Producten die tenminste houdbaar tot zijn, noem het allemaal maar op. Ja, dat is dus geregeld. Ja. En op het moment dat je een van de apps dan weggooit eigenlijk, want er zit dan een shared data in.
Ja, nee, dan wordt dat geblokkeerd. Want dan zegt hij van, hey, wacht even, jij gooit een app weg die een dependency heeft met data die al in de database zit. En dan kan dat niet. Oké. Nou, dan had ik al gezegd, ik wil die Web Responsive add-on van de Okka gaan gebruiken. Want ik vind dit hoofdmenu hier links, vind ik ruk. Dat is heel persoonlijk, ik vind niks. Nou, dan gaan we eens even kijken wat ik hier heb. Dit is de server zelf, dit is de database selector, hoef ik niet te hebben. Oh ja, wifi. Dat is misschien wel handig om te regelen hier. Hebben we hier wifi? Hotel Utrecht, deze? Zo. Ja, deze zo te zien, hè? Ja, connect. Is geen idee wat de bandbreedte is, daar gaan we nou achterkomen. Reload. Ja, dit is de Okka, odoocommunity.org. En die heeft hier bij Discover, hebben ze een App Store. Nou, daar zitten nogal veel pagina's in. Laat je niet door dat 7, want als ik naar 7 ga, zie je, dan worden 10 en et cetera. Dat zijn vele tientallen pagina's. Maar ik weet, ik gebruik versie 15. Dus ik zeg versie 15 wil ik alleen maar zien. En ik sorteer van Z naar A, want Web Responsive. Hey, hier heb ik de module Web Responsive. Nou, die wordt al sinds versie 9 wordt die geleverd. Ik wil versie 15. Die is gemaakt door Technativa ooit. Meteen er is de Okka. Dit is de repo. En doet u mij voor mij maar een download. Nou, doe ik een download van dat ding. Wordt dat ding gedownload. Slaan we over, want ik heb hem al gedownload. En dan heb ik een zipfile met die add-on. Nou, dan gaan we lekker naar de command line van mijn VM'tje. Het is odoo.conf. Die voegt zelf dingen toe tijdens het gebruik. Dus in eerste instantie heb je 4 regeltjes. Maar in dit geval is het wat meer geworden. Maar bovenin heb je het add-on pad. En die is standaard, is dat dit. En ga ik daar dus in kijken. Copy. ls-l. Paste. Heb ik hier dus, ik zal ze nog eens even tellen, pipe wc, 475 add-ons, hè, waar ik het eerder over had. Die zitten er standaard in. Nou, maar ik wil zelf dingen kunnen toevoegen, dus ik heb comma, dist, odoo, custom, directory heb ik toegevoegd. Hier in de configuratie en die directory heb ik aangemaakt. Nou, gaan we naar die directory toe. Hoppakee, tak, copy. CD, paste, en die is helemaal leeg. Ik had een zipfile, dus ik doe even grep unzip, want dan heb ik hem hier, 178. Hoppakee. Hier heb ik nou in mijn custom directory één add-on, web responsive. Nou, dat is leuk dat ik dat heb gedaan, maar daar weet de applicatie nog niks van. Alles goed? Ik heb nog 5 minuten. 5 minuten. Maken dat ik snel voortgaan. Even kijken, was deze? Nee, deze. Nou, die hadden we al gehad. Nee, ik moet terug naar die applicatie hier doen. Kom. Pom. 192. Deze. Hop. Ja. Oké. Ga ik nou hier naar de App Store en dan zeg ik, responsive, vindt hij niet, want ik heb nog helemaal niks gedaan. Nou, dan kan ik 2 dingen doen. Ik kan hier naar de settings gaan en dan helemaal onderin kan ik activate developer mode doen. En dan ga ik terug naar mijn App Store en dan staat hier in 1 keer update apps list. Dat kan. Nou, dan draai ik die update, dan is die vrij snel klaar. En als het goed is, heb ik nu mijn web responsive. Hey, lo and behold. Oké, nou die installeren we. Zo. En dan zien we, en dat is jammer hè, nog niks. Dus wat ik even doe is system control restart odoo. Klaar. En waarschijnlijk, als ik nu hier naartoe ga, reload, kan ook dat het daaraan ligt.
tada, een nieuw hoofdmenu. Want dit vond ik leuker. Doe ik nog één ding, laat ik even zien. Ik ga weer naar apps, want ik ga voor mijn bedrijf een website maken. En in versie 15 zit namelijk zo'n cool ding. En dat wil ik toch even laten zien, dan sluit ik daarmee af. Dat is een website configurator. Ik vind het ding zo gelikt. Dus niet, zit niet, ik zeg het eerlijk bij, het zit niet in 14 of eerder, het zit wel in 15. Ready to build a perfect website. Yeah, let's do this. Oké, ik wil een business website. Event website. Oké. Er zit een dependency in met event management module. Hè, dus hij rammelt iets langer dadelijk, want de website, dependency, event management. Oké. Wat voor business hebben we? Ja, oké. Nou, welke business willen we? ICT, ice cream, ice supplier, naar IT dan. Italian. Ik ben website designer. En ik wilde om leads te krijgen. Ik wil dit kleurenpalet. Ik ga hier alleen about us en de privacy policy. Want al, ook hier, kijk, hier staat event al dus aangeklikt. Wat ik niet heb gedaan, maar omdat we net events hebben gedaan. Nou, build my website. Thema, ik kies even dit. Nou, dan gaat hij staan rammelen. En terwijl hij rammelt, dank ik u voor de aandacht. En zijn er nog vragen? Ja, dit is echt, dit resultaat is zo leuk om te zien daar. Ja? Oké. Ja, als je naar de GitHub repo kijkt, dan zie je daar een paar honderd repo's per dag, een paar honderd PR's per dag. Die ze hebben bij Odoo SA op dit moment 1100 Python developers. En je krijgt 10.000 signing bonus als je daar door de screening heen komt. Dus dat gaat als een dolle. Oké. Ja, dankjewel voor de aandacht. APPLAUS